Als ik geen hartinfarct had gekregen, dan, ja, dan denk ik wel dat ik nog door was gegaan met sporten. Mijn naam is Desiree van Bel, ik kom uit Zeist en ik ben medewerker bureau herstelondersteuning bij Quintus. Ik ben Anita, ik kom ook uit Zeist. Ik ben vrijwilliger bij Quintus en ik heb ook een psychische kwetsbaarheid. Ja, wanneer ben je verslaafd? Je bent verslaafd als je afhankelijk bent van een bepaald middel. Het hoeft niet per se drugs of alcohol te zijn. Het kan ook een gameverslaving zijn of een sportverslaving. Medicatie, winkelen. En je bent verslaafd op het moment dat je dat nodig hebt om jezelf beter te voelen. Dat je het idee hebt dat je zonder niet meer functioneert. Ik ben Jordi Terstegen. Ik zit op de opleiding Oefentherapie Cesar. Zo'n 7 jaar geleden ben ik begonnen met sporten. Dat is ook direct eigenlijk mijn verslaving geweest, mijn uitlaatklep. Mijn laatste jaar, dus mijn 7e jaar, ben ik anabolen gaan gebruiken. Eerst een epileptische aanval gekregen, ben ik opgehaald door een ambulance en toen kreeg ik in het ziekenhuis een hartinfarct. Nou, ik trainde eigenlijk elke dag, 7 dagen in de week, dus 1,5 tot 2 uur. En ik ging ook niet meer naar feesten. Ja, en dan is hij inderdaad alleen maar daarmee bezig en gaat dus inderdaad het gezin leiden onder, werk leiden onder, collega's. Het is een soort van burn-out gehad op werk. Ja. En toen ben ik naar een psycholoog gegaan en toen heb ik eigenlijk in die jaartijd heb ik 's ochtends en 's avonds heb ik een andere spiergroep gepakt. En toen ben ik echt verslaafd geraakt aan sporten. Ja. Het heeft wel gevolgen voor de rest van je leven, want je blijft namelijk altijd verslaafd. Ja. Het gaat nooit meer over. Dat klopt. Je stopt wel, je kunt stoppen met de verslaving zelf, maar de gevoeligheid voor verslaving, die blijft altijd zitten. Daar moet je jezelf heel bewust van zijn en daar ook mee om kunnen gaan. Dat je bepaalde triggermomenten hebt en valkuilen. Ja. Dat je ook bronnen van steun hebt waar je op terug kunt grijpen als je merkt dat het misgaat. En dat zal voor een sportverslaving misschien nog wel moeilijker zijn dan voor een drugsverslaving. Omdat een sportverslaving is maatschappelijk geaccepteerd. Ik trainde echt als een maloot gewoon. Ik had nooit spierpijn. Ik kon de volgende dag bij wijze van spreken gewoon dezelfde spiergroep pakken. En ja, daarna moet je een nakuur nemen dan om je lichaam te reinigen. En dat duurde 8 of 6 weken. En daar had ik nergens last van. En toen 2 weken nadat ik er vanaf was, toen stortte ik in. Dat dieptepunt, dat moet komen, want anders ga je niet afkicken. Ja. Want als je dat niet krijgt, dan blijf je gewoon fris en fruitig verslaafd wezen. Mijn naam is Lotte en ik heb 2 jaar een relatie gehad met iemand die sportverslaafd is. Hij sportte minstens 6 keer in de week en het liefst zelfs 7 keer in de sportschool. Daarnaast was hij thuis ook continu bezig met zijn voedingspatroon en met oefeningen die hij alleen thuis kon doen. Ik merkte dat dit onze relatie op een negatieve manier beïnvloedde en we vaak ruzies en discussies over dit onderwerp kregen. Ik ben Amber en mijn ex-vriend Jonas die trainde elke dag 2 uur lang in de sportschool en ook nog 1 uur thuis. In het begin ging hij maar 3 of 4 keer per week naar de sportschool en toen was het nog niet zo erg. Maar na een half jaar werd hij verslaafd eigenlijk en ging hij steeds vaker. 1 dag in de week, meestal zondag, maakte hij al zijn eten al klaar. Volgens mij was het meestal rijst of kip, maar daardoor konden we ook nooit meer gezellig eten. Vroeger gingen we nog wel eens iets leuks doen in de stad, zoals uit eten of gewoon wat drinken bij een bar. Maar daar kreeg hij eigenlijk steeds minder zin in, omdat hij zorg op zijn eten ging letten. Een half jaar geleden waren we oudersjarig en die wilden graag een verjaardag vieren in een restaurant met de hele familie. Jonas die was ook uitgenodigd, maar hij kon geen gezonde opties vinden daar op de kaart en daarom wilde hij niet komen. Toen was ik echt heel boos op hem geworden, maar hij is nog steeds niet gegaan. En toen heb ik hem een week niet gezien en na die week wilde hij eigenlijk nog steeds niet veranderen. Hij wilde niet minder gaan fitnessen en niet minder op zijn voeding gaan letten. Toen heb ik het uitgemaakt. Nu het een half jaar uit is, merk ik wat het eigenlijk met mij deed. Ik kan nu weer eten wat ik wil zonder dat ik Jonas' blik op me voel. Ik kan
weggaan wanneer ik wil, zonder dat ik me schuldig hoef te voelen of zonder dat Jonas ergens anders heen moet. Het geeft me gewoon zoveel meer rust nu. Ik ben Max, ik ben 33 jaar. Ik ben nu inmiddels anderhalf jaar gestopt met sporten. En ik heb ongeveer een verslaving gehad van over 3 jaar. Het is nu ongeveer anderhalf jaar geleden dat ik een sportverslaving had. Ik ben gestopt omdat mijn lichaam een soort van stop zei, zeg maar. Ik merkte toch aan mezelf dat ik niet lekker in mijn vel zat. Hier en daar viel het ding uit. Maar eigenlijk, nu denk ik anderhalf jaar abrupt gestopt. Mijn verslaving hield eigenlijk in dat ik 6 keer per week in de sportschool zat. Ik deed eigenlijk alles met gewichten, bankdrukken, noem het op, nog meest gekke dingen eigenlijk. Op een gegeven moment ga je toch letten op eten. Je gaat 6 keer per dag eten, je gaat andere dingen proberen. Je gaat kijken of je je metabolisme omhoog kan brengen, je gaat kijken of je sneller kan herstellen. Eigenlijk nooit echt nagedacht over de bijwerkingen ervan. En daarbij kwam eigenlijk ook nog het feit dat je gewoon niet echt jezelf bent. Je gaat je anders gedragen, je gaat je anders opstellen naar mensen. En ja, het wordt eigenlijk alleen maar gekker. Mijn omgeving gaf wel aan mij dat ik steeds minder tijd voor ze had. Ik was steeds meer bezig met sporten. 'S Avonds, 's nachts. Ik was niet meer met mijn vrienden, ze hadden niet zoveel zin meer om af te spreken. Mijn vriendin die vond het niet zo leuk. Ja, op een gegeven moment ook gewoon thuis. Ik at altijd op verschillende tijden. En niemand die eigenlijk, ik at altijd alleen, zeg maar. Ik maakte altijd mijn eigen maaltijden. Ja, en die vonden het toch wel vervelend. In eerste instantie heb ik dat nooit doorgehad. Nu ik er zo over nadenk, hebben ze wel een reden gehad om dat aan te geven. Vooral zijn fanatisme met betrekking tot de voedingspatronen brengen een hoop irritatie met zich mee. Een goed voorbeeld hiervan is als het 's avonds laat is en ik graag wil slapen, dat hij dan nog een uur langer op moet blijven omdat hij per se zijn bakje kwark nog op moet eten. Ik wil dan gewoon slapen, maar hij snapt dit dan niet en vindt de voeding belangrijker dan zijn nachtrust. Zelfs bij het boeken van een vakantie kwam zijn sportverslaving naar voren. Ze was niet zijn eerste vraag wat voor locatie ik had geboekt of iets anders, maar het was meteen de vraag of er een sportcentrum in het hotel zat en anders het liefst zo dichtbij mogelijk. Als het niet het geval was, kon ik snel weer een andere vakantie uitzoeken. De ergste ruzies kwamen echter voort uit het feit dat hij mij ook aan het sporten probeerde te krijgen en ook wilde dat ik mij aan zijn voedingspatronen hield. Hij vroeg mij meerdere keren per week wanneer ik nou weer eens meeging naar de sportschool en of ik niet een keer wat gezonder moest eten. Uiteindelijk is onze relatie dan ook stuk gelopen door de vele discussies en ruzies die we hadden over zijn levenswijze. En nu kan ik eindelijk weer gewoon rustig op de bank zitten met een wijntje zonder dat ik daarna weer een hele speech krijg over wat ik wel niet allemaal fout doe en dat ik beter moet opletten wat mijn vriend doet. Mijn sportverslaving heeft wel invloed gehad op mijn sociale leven. Ik ben inderdaad een aantal vrienden daardoor kwijtgeraakt. Die zeiden van, weet je Max, als jij dat zo belangrijk vindt, dan moet je daarmee doorgaan. En dan hoef je ons niet meer te bellen, want wij hebben wel andere leuke dingen te doen. En uiteindelijk is het ook de breuk van een relatie geweest. Niet de hoofdreden, maar wel mede dat ermee is opgehouden. Het heeft wel gewoon best wel een impact gehad inderdaad, op wie ik ben en wat ik gedaan heb. Op dit moment sport ik nog 2 keer in de week. Ik ben er nog wel te vinden, maar niet meer op het niveau waarop ik ooit gepresteerd heb. Qua voeding heb ik nu gewoon normaal patroon. Ik eet 4 keer per dag. Het eerste instantie wat je meet is dat je gaat afvallen. Je raakt toch wel een aantal kilo's kwijt in de eerste paar maanden. Maar nu, ik eet weer gewoon met iedereen mee. Ik kan weer uit eten, ik kan weer een biertje doen, ik kan weer gewoon vette dingen eten. Dus dat zijn wel de voordelen ervan. Als ik dat had kunnen voorkomen, zou ik denk ik eerder een lokale specialist inschakelen. Iets van iemand die verstand heeft van sporten, daar advies in winnen in plaats van internet. En maar goedjes kopen en weet ik het allemaal, want je weet niet wat je slikt. Ik ben Nicole Verwiel, ik ben fysiotherapeut in Bussum. Ik heb een eigen praktijk en werk in een verpleeghuis als fysiotherapeut. Gevolgen van sportverslaving kunnen zijn overbelastingsklachten van pezen, aanhechtingen, chronische ontstekingen. Als je heel veel sport geeft het vaak een hele grote belasting ook voor gewrichten. Dus je kraakbeen kan vervroegd weggaan. En dus je geeft eigenlijk een te grote belasting aan het lichaam. Verslaving is natuurlijk, dat zijn bepaalde type mensen die gevoelig zijn voor verslaving. En als jij gewoon sport doet omdat het leuk is, voor je lol, voor je sociale contacten.
Is dat een andere manier van sporten dan de mensen die sportverslaafd zijn? Van sociaal zijn ze, het draait eigenlijk het hele leven een beetje om hun sportafspraken. Dat is nummer één en daaromheen kunnen ze andere afspraken maken. Vaak zijn ze ook sociaal niet zo commutatief. Hè? Ze zijn in een sportzone niet zo aanspreekbaar. Ze zijn heel erg met hun eigen ding bezig. Ze willen steeds langer sporten. Je begint met een uur, anderhalf. Het wordt steeds intensiever, prestatiegericht. Vaak zie je ook wel dat de weegschaal heel belangrijk wordt. Hè? Nou, dat zijn gewoon wat symptomen waar je aan kan zien van hé. Hey. En vooral dat je ziet van hey, ze gaan steeds langer willen ze gaan sporten. Of zelfs hoorde ik dat ze zeggen op verschillende sportscholen zich inschrijven omdat het anders opvalt. En dus gaan ze 's morgens naar de ene sportschool en dan nemen ze 's avonds nog een andere sportschool. Ik denk dat je sportverslaving kan verminderen door beter uitleg, betere voorlichting te geven over wat het eigenlijk inhoudt. En met diegene in gesprek te gaan om uit te leggen wat eigenlijk de symptomen zijn. En ik denk dat als jij, als dat echt een hele zware sportverslaving is, dan moet je daar wel professionele hulp op inzetten. Maar ik zou in eerste instantie goed uitleg, inzicht geven in de problematiek van sportverslaving.